Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door VTU Telecom, Houten Trappen.nl en MSC Viskeurmerk. Hallo, ik ben Natasja Storm en ik ben de redacteur van de kinderboekenblog. Ik ga jullie vandaag een aantal leuke kinderboeken laten zien en hierover kort iets vertellen. Als eerste heb ik een heel leuk multicultureel kinderboek. Het is geschreven door Janneke Schotveld, die al meerdere kinderboeken op haar naam heeft staan. Nou, dit is haar nieuwste boek. Het verhaal gaat over Karel die samen met haar moeder van een rijke buurt verhuist naar een verwaarloosde flat. Karel vindt het in het begin natuurlijk helemaal niet leuk, maar maakt toch al snel heel veel vriendjes. Samen met Sami, Raya, een Indiaans meisje, en Hafid, een mollig Marokkaans jongetje, gaat ze samen vaak op bezoek bij Fatima. Fatima is een oude, lieve Turkse vrouw die altijd iets lekkers voor hem bakt. Maar ja, dan wordt Fatima uit haar flat gezet. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar de kinderen die hebben een heel goed plan om te zorgen dat Fatima toch een nieuwe plek krijgt. Maar lukt dat wel als buurman Blankenstein en aan alle kanten in de gaten houdt, want dat is een echte bobkont. Nou, het is in ieder geval een ontzettend vrolijk en humoristisch kinderboek. Natuurlijk ook, het gaat ook over cultuurverschillen. En door deze cultuurverschillen ontstaan soms hele grappige gesprekken. Nou, de illustraties zijn gedaan door Annette Schaap. Hier zie je een pagina. Verder is het een boek voor lezers vanaf 8 jaar, maar het zou ook een ideaal voorleesboek kunnen zijn, omdat de hoofdstukken niet te lang zijn. Maar wil je nu wel een echt voorleesboek, dan wijs ik je op Overal en Ergens. In dit boek staan 50 voorleesverhalen. Met deze levendige verhalen ga je eigenlijk op reis door alle provincies in Nederland. Elke provincie kent ongeveer 4 of 5 verhalen. En verder zijn de verhalen zeg maar, over de Kinderdijk of over de Beemster. Beide zijn natuurlijk heel erg bekend en staan op de Werelderfgoedlijst. Maar er staan ook verhalen in over de Dom van Utrecht, kasteel Hoensbroek in Limburg. En over de Hongerige Wolf, dat is een dorpje in Groningen. Nou, wil je nou weten wat hier allemaal verder nog in staat, dan moet je dit natuurlijk lezen. Verder zit er ook een kaart in van Nederland. Maar deze kaart krijg je ook zeg maar, in het groot erbij. Alle plaatsen waar de verhalen zich afspelen, die staan erop. Dus zo leer je natuurlijk ook nog een beetje topografie. Altijd handig. Verder is het boek geschreven door Arend van Dam. En de sfeervolle en mooie illustraties zijn van Alex de Wolf. Het is overigens het derde deel in een serie, eerder verscheen al lang geleden, over de geschiedenis van Nederland. Bekroond met de zilveren griffel in 2008. En in een land hier ver vandaan. Over 50 voorleesverhalen van over de hele wereld. Nou, dit was het boekitem voor deze week. Volgende keer heb ik weer een aantal leuke kinderboeken voor je. Nou, tot dan. Sanne is bij het keurmerk Financiële Dienstverlening en wil erachter komen wat er zo belangrijk is aan het hebben van een keurmerk voor een adviseur. Het is belangrijk voor een adviseur omdat hij daarmee een middel in huis heeft en kan halen om zijn bedrijfsvoering heel goed te doen, op een kwalitatief hoog niveau te doen. En voor de klant, daar gaat het eigenlijk allemaal om, is het nog veel belangrijker omdat hij daar een zekerheid aan kan ontlenen dat hij te maken heeft met een kwalitatief goed advieskantoor. Maar hoe controleren jullie dat dan? Doordat wij hier over de vloer komen in dit kantoor en dat wij dus ook dossiers hier uit de kast halen zonder dat de adviseur weet welke we gaan doen natuurlijk van tevoren. Steekproefgewijs doen we dat. We halen dat uit de kast, zou ik maar zeggen. En dat dossier wordt ook doorgenomen door een deskundige voor ons. En daar wordt ook over gesproken met de adviseur. En er wordt een oordeel over gegeven of het adviestraject helemaal goed is gegaan. Of het aan alle eisen voldoet. Nou, waar let je dan op in zo'n dossier? Zijn dat belangrijke stukken die erbij moeten zitten? Er moeten belangrijke stukken in zitten, maar het allerbelangrijkste is dat er een goed klantprofiel wordt gemaakt. Dus dat de adviseur goed weet hoe is de persoonlijke en de financiële situatie van de klant, hoe zit die in elkaar. En dat die uitgaande van dat klantprofiel daar dan een goed financieel product bijzoekt dat voor die klant toegesneden is op zijn of op haar situatie. En het grote voordeel is van kantoren die het keurmerk hebben, dat zij ook kunnen kiezen uit een groot scala aan aanbieders in de markt. En dat is ook weer een andere situatie dan bij een bank. Maar hier, in dit kantoor bijvoorbeeld, je kunt uit heel veel aanbieders, kan een keuze worden gemaakt die het beste past qua product
bij jouw eigen situatie. En dat is waar het keurmerk dus toezicht op houdt. Eens in het jaar, eens in het anderhalf jaar. Want wij zijn ervoor om een hoog kwaliteitsniveau voor onze kantoren te garanderen. En ook weer in het belang van de klant. Wat is nou het voordeel van de controle van het keurmerk? Het grote voordeel is voor de klant, want daar gaat het allemaal om, dat hij weet dat er een externe partij is, een externe onafhankelijke organisatie, die dit soort controles uitvoert bij de kantoor, bij het kantoor waar hij zijn financieel advies haalt. Dat is buitengewoon belangrijk dat je dat weet. En daarom zou dat eigenlijk ook voor alle financiële adviseurs in Nederland moeten gelden, in de wetenschap, dat een klant daar een extra waardering voor dat kantoor aan kan ontlenen. In Nederland wordt een hoop vis gegeten. We nemen een kijkje bij een visverwerkingsbedrijf, waar ook Karin Frederiksen van het MSC Viskeurmerk aanwezig is. Karin, jullie organisatie, wat is dat precies? De Marine Stewardship Council, afgekort MSC, zet zich in om wereldwijd de overbevissing tegen te gaan. Hoe lang bestaat het al? Meer dan 10 jaar. Wij zijn standaardzetter. Ja. Dat houdt in dat we voor de visserij een standaard hebben ontwikkeld waar tegen visserijen zich kunnen toetsen. Als zij voldoen aan het examenpakket van eisen, gebaseerd op 3 principes, kunnen zij gecertificeerd worden voor duurzame visserij. Het eerste principe is dat er geen overbevissing plaatsvindt, dat er gewerkt wordt aan een gezond bestand. Ten tweede dat het leven in en om zee minimaal belast wordt. En ten derde dat de visserij een goed beheer voert. We gaan een ochtendje meelopen met de productie. Het is vanzelfsprekend dat de hygiëne op de eerste plaats komt. Dus het plastic aan en de koelte in. Hier wordt de kabeljauw opgepakt in plastic kisten. Dit vanwege de hygiëne bij de inpakafdeling. Oké, en ik zie dat er helemaal geen andere vis, dus echt alleen die kabeljauw. Alleen de kabeljauw. Wij volgen nu de hele chain of custody van de hele keten, totdat wij echt alleen maar MSC-vis vanuit de koelcel naar de inpakafdeling brengen. Ja. Continu de keten in de gaten hebben. Vis met het MSC-keurmerk staat garant voor een duurzame visserij. Arno besluit om even een handje te helpen bij de verpakking. Het bedrijf verwerkt diverse soorten vis vanuit de hele wereld, allemaal met het keurmerk. Dit keurmerk helpt de consument dus een bewuste keuze te maken. Als je het product koopt met het MSC-keurmerk, weet je zeker dat die vis vanuit een duurzame visserij komt. Ah, jeetje. Een visje, kabeljauwfilet. Ja. Arno had wel trek gekregen en het werd tijd om het visje dat hij bij de inpaklijn gescoord had te nuttigen. Gauw even een barbecue regelen en voilà. Voor meer info, check de website. Nou, ik moet er eindelijk aan gaan geloven. Ik moet wat aan mijn tuin gaan doen. Maar ja, ik ken eigenlijk helemaal niemand. Dus ik heb op het internet gekeken. En ik heb een afspraak met een meneer die aangesloten is bij het groenkeurmerk. Wijs man, nou, ik ben benieuwd. Goedemorgen. Hallo. Ja, hey, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Het ziet er hier super uit, hè? De hovenier is zo goed als klaar met de nieuw aangelegde tuin. En Mark van Erp van de ECAS voert de eindcontrole uit. Ja, ja. Dat noemen ze dan met een mooi woord auditor. Ik kom periodiek 1 keer per jaar bij Wijsman langs om de tuinen te bekijken. Daarlangs beoordeel ik documenten. Dat houdt in de afspraken die met de opdrachtgever zijn gemaakt. Kijk ik naar, ik kijk de werkwijze die vastgelegd is of die ook gevolgd wordt. Dus als zeg maar keurmeester, even makkelijk gezegd, gaan jullie 1 keer per jaar, in dit geval bij Wijsman, de hoveniers langs om te controleren of alles goed gaat. Ja, ja. Maar ze zijn goed bezig volgens mij hoor. Ja, ik heb net al gekeken en de afspraken die met de klant zijn gemaakt, die worden goed uitgevoerd.
Wat is nou voor u zeg maar een voordeel voor het hebben van een keurmerk? Het geeft je wat tools zeg maar in handen om je hele proces van het eerste gesprek met de klant tot de laatste bezem die de jongens door de tuin gooien om die gewoon goed in beeld te hebben en te houden. Het keurmerk is opgericht door de branchevereniging VRG. Dat is een branchevereniging van hoveniers. Je moet je voorstellen, er zijn zo'n 1200 hoveniers bij aangesloten. En samen wilden die een keurmerk hebben waarmee de professionele hovenier zich kan onderscheiden van degene die minder professioneel werken. Het groenkeurmerk heeft een doordacht systeem. De manier van werken wordt gecontroleerd en de uitvoering wordt gecontroleerd. En daarom is op de beste manier gewaarborgd dat aan de garantievoorwaarden, zoals we die met de Consumentenbond hebben afgesproken, voldaan kan worden. Elke hovenier met het groenkeurmerk geeft 12 maanden garantie op de tuin. Deze trilpopulieren zijn hier neergezet omdat het huis aan deze kant ook vrij hoog is. Ja. En dat je dan wat hoogte in de tuin krijgt. Als dit erg laag zou zijn, dan komen die muren allemaal echt op je af. Ja, dat is waar. En nu heb je echt een hoog groen element met heel veel sfeer in die tuin. Voor consumenten is het belangrijk om te kiezen voor een hovenier met een keurmerk. Op het moment dat ze zelf geen hovenier kennen waar ze gewoon blind van op aan kunnen. Voor meer info, zie de website. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kien, Co-Adventure en Ik en Ik. Tot zo! Welkom terug bij lifestyleexperience.tv. We zijn met Thees en Vaart vandaag op bezoek bij het Middenhuis, wat precies tussen Oosterhout en Breda in ligt. Niet voor niks het Middenhuis. Op de Oosterhoutse weg in Oosterhout, Teteringen. Lodewijk Napoleon heeft deze weg destijds aangelegd als rustplaats voor mensen die tussen deze twee steden op en neer reisden. We zijn vandaag op bezoek bij Ineke en Ivo van Steen, de eigenaren van het Middenhuis. En we gaan een gesprek hebben met Jeanette Aandestegger, de kunstenares van het kunstbord voor het Middenhuis in Oosterhout. Ivo, je hebt zie ik een hele hoop beelden midden in het restaurant staan. Ja, wij dragen regionale beginnend kunstenaars een heel warm hart toe. Ja. We hebben daar inderdaad een mooie expositie van beelden van Peer van Gennep uit Eindhoven. Ja. Die staan hier nu een half jaar en dat wordt dan straks weer gewisseld voor werk van een andere kunstenaar. Ja. Je zit hier gewoon midden in de natuur? Ja, en als we het dan over kunst hebben, Taste of Art, dan is dit kunst met een grote K. Ik zou ook willen zeggen dat wij ons vak, het vak van gastheerschap, eigenlijk met een grote G willen schrijven. Taste of Art of Hospitality. Dus ja. Wij vereffen eigenlijk gastheerschap tot kunst, moet ik zeggen. Ja, want je bent tweede geworden, geloof ik, als leerbedrijf van het jaar, geloof ik. Dat klopt. Ja, er is een wedstrijd uitgeschreven waarbij leerbedrijven konden meedingen naar die titel. En wij zijn daarbij tot de beste drie geëindigd van een landelijke inschrijving. Dus dat is een hele mooie prestatie. Ja, hartstikke mooi. Ons lommerrijke tuinterras, Gerard. Ja. Ja, je ziet het is groen en landelijk wat de klok slaat. Ja. Hoi. Alles goed? Ja, met jou ook? Ja. Helemaal uit Oosterwijk. Dag, Jeanette. Helemaal uit Oosterwijk gekomen? Ja. Met schilderijen. Inderdaad. Dit is het origineel van het bord, geloof ik, hè? Ja. Waar heb je het op geschilderd, Jeanette? Op ruw linnen. Ja, dat geeft wel een heel speciaal effect, hè? Ja, nou de kleur blijft dan heel natuurlijk, hè? Ja, je hebt heel realistische bloemmotieven heel vaak als onderwerp, maar ik zag er net ook kreeften en het is allemaal figuratief in ieder geval wat je schildert, hè? Ja, dat wel. En ook portretten natuurlijk. Portretten, klopt, ja. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja, want je hebt René Vroeger vereeuwigd op een cd-hoes, geloof ik. Dat klopt, op zijn cd Pure. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat je voor het Middenhuis dit prachtige bord je hebt hier neer kunnen zetten. Dus dat is denk ik een hele verrijking voor het Middenhuis en de gastvrijheid die het restaurant wil uitstralen. Toch? Nou, ik hoop het. Ja. Het is wel de bedoeling. Ja. Bij het partijtje paintballen vorige week werd Bert uitgeschakeld.
Geen probleem, want er stond nog meer op het programma. Nou, er wordt ons even uitgelegd hoe we de quad moeten bedienen. Nou, heb ik wel eens eerder opgereden. Dat is mijn voordeel. Nou, we gaan hier zo dadelijk de berg in, de bossen door. Hey, de bossen in, de bergen op. Zo was hij. Natuurlijk worden de deelnemers nog extra gewezen op het veiligheidsaspect. In het kort komt het erop neer dat zij aan iedereen voorrang moeten verlenen. En dan, go! Het is nog zwaarder dan je denkt hoor. Zo hier door die bossen, maar ontzettend leuk. Je moet goed de aandacht erbij houden en het stuur goed vasthouden. Nou, gaan we weer. Steeds meer mensen kopen hun spullen tegenwoordig op het internet. En vandaag laat ik me bijpraten over diverse internetwinkels. Gehoorschade is een steeds groter probleem aan het worden, vooral bij de jeugd. Op oordopjes-kopen.nl hebben wij een zeer uitgebreid assortiment aan gehoorbeschermers. Je kunt hierbij denken aan oordopjes voor motorrijders, oordopjes voor partygangers en oordopjes voor muzikanten. Maar ook mensen die last hebben van snurkgeluiden. Tevens dragen wij het webwinkelkeurmerk en kun je bij ons bestellen via PayPal of iDeal, dus heel veilig. Een site voor iedereen die bedrukte promotieartikelen nodig heeft, is promokoning.nl. Bijzonder aan deze site is dat je in 2 klikken kunt zien wat uw bestelling gaat kosten, met 1 of meerdere kleuren bedrukking. Hier klik ik bijvoorbeeld op textiel, dan op t-shirts en ik zie meteen de prijzen bij verschillende afnames. Alle prijzen die u ziet zijn inclusief alle voorbereidingskosten. Dit is een fantastische combinatie van Boris Industries. Dit is een van de merken die we op Fashion & Conflict verkopen. We hebben gezocht naar merken die qua draagbaarheid en pasvorm heel goed zijn voor vrouwen met wat grotere maten. Een van de bekendste items uit de collectie van Boris Industries zijn de fleecejasjes. Let op de leuke details, hoe de knopen vastgemaakt zijn aan het jasje en de bijzondere smokkraag. En ook aan de achterzijde van het jasje zit een smok. Wil je meer zien van Boris Industries of van de andere merken die wij voor Fashion & Conflict gekozen hebben? Ga dan naar onze webshop fashioninconflict.nl. De Spil Eten en Drinken verzorgt recepties, buffetten, catering en luxe hapjes. Met haar service en persoonlijke aanpak zorgt De Spil dat uw evenement tot in de puntjes wordt verzorgd. Of het nu in een tent, bij u thuis of op uw bedrijf is, De Spil staat garant voor kwaliteit, sfeer en gezelligheid. De afgelopen weken heeft u kunnen zien hoe Bert en Christa bij Prescan een check-up kregen. Deze week een korte terugblik. Bert onderging eerst een CT en een MRI-scan. Na de tests werden de resultaten besproken. Christa ging voor een huidscan. Veel zonlicht verhoogt de kans op huidkanker. Het vroegtijdig ontdekken is belangrijk. Met foto's werd haar huid in kaart gebracht. Daarna volgde een UV-scan van de plaatsen die veel zonlicht krijgen. Tot slot werden de moedervlekken gelokaliseerd. De computer wordt gebruikt voor de analyse. Gelukkig was dit niet het geval. Als laatste werd bij Bert en Christa nog een hart-longtest uitgevoerd.
Daarbij was wel wat inspanning noodzakelijk. Het bepalen van het vetpercentage en het maken van een echo van het hart behoort ook tot de procedure. Ook hier werden de resultaten uitgebreid besproken en aangevuld met advies van de arts. De Ik en Ik webshop heeft vele leuke en altijd trendy baby- en kinderartikelen. Deze week diverse merken en artikelen. En dit is ook weer zo'n hele mooie knuffel. Ja, dit is een geweldige, lekkere, zachte knuffel van Coloriek. Coloriek is een hip en trendy merk met allemaal producten voor baby's en moeders. Met veel verschillende lijnen. Dit is bijvoorbeeld de nieuwste lijn, de Decimé-collectie. En uit veel leuke stofjes. En het bevat ook woonaccessoires, tassen, verlichting. Dus bestaat uit heel veel verschillende dingen, niet alleen knuffels dus? Niet alleen knuffels. Mooi kussen dit? Ja, dit is een erg mooi kussen. Dit is een kussen van Taftan. En Taftan heeft allemaal textiel en beddengoed voor baby's en kinderen. Maar niet alleen beddengoed, ook kinderkameraccessoires. Waarmee je hele kinderkamer kunt aankleden, zoals lampen. Nou, bijvoorbeeld dit leuke muziekdoosje. Dit is ook de nieuwe trend, het haakwerk. Mm-hmm. Dus kijk maar eens even, mooi. Dat is allemaal voor de inrichting van kinderen. Dat is allemaal voor de inrichting. Je kunt een complete themakamer maken voor jongens en meisjes. Ik zit nu op de site van Ik en Ik te kijken. Dat is een online webshop met allemaal trendy spulletjes voor baby- en kinderkamers. Nou ben ik zelf helemaal niet bezig met het inrichten van een babykamer. Ik ben op zoek naar een leuk kraamcadeautje. Echt alles is hier te vinden. Je moet denken aan de merken van Cat & Baby, Bam Bam, Taftan, Coloriek. Nou, ga zo maar verder. Ze hebben echt alles. Ik en Ik Baby en Kinderwinkel is een trendy webshop op het gebied van kit en lifestyle. Dus neem gewoon een kijkje om gewoon wat ideetjes op te doen of ook een leuk kraamcadeautje te kopen. Of kijk voor meer informatie bij ons op de website www.lifestyleexperience.tv. Ik ben vandaag bij VTU Telecom in Uden, de winkel met alle merken gsm en elk willekeurig abonnement. Maar zij geven nu een flipcamera weg. Nou, wil je nou kans maken op deze camera? Ga dan snel naar onze website en vul de prijsvraag in. www.lifestyleexperience.tv. Ik heb alle prijzen bij me. Dank jullie wel. Vergeet vooral die prijsvraag dus niet in te vullen. Wilt u meer weten over de onderwerpen in deze aflevering? Ga dan naar onze website of download de Lifestyle Experience applicatie. Volgende week nemen wij een kijkje bij de drukker voor al uw spoedopdrachten. Gaat Gerard naar het Amsterdam Art Hotel en hangt Bert in de touwen in de Belgische Ardennen. Tot volgende week! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door VTU Telecom, Houtentrappen.nl en MSC Viskeurmerk.